De Amerikaan Greg LeMond. Eigenaardig hoe hij aansluit hier bij de rest van het peloton. Na 3 kilometer al een eerste ontsnapping van Johan Capillo, de Belg van de TVM-ploeg. Hij staat 29ste in het algemeen klassement op 19 seconden. En het peloton laat hem dan ook niet gemakkelijk gaan. Dit is Brian Walton, de Canadees die de achtervolging heeft ingezet. Walton die 2 kilometer na Capillo het peloton verliet en op weg is naar de Belg. Capillo kijkt om, weet dat er iemand aankomt. Hier de passage van het peloton dat jacht zal maken op Capillo, want hij is immers te gevaarlijk. Een sterke knaap, de Belg, die je niet zomaar laat gaan. Dus Walton sluit aan bij Capillo en langs het kanaal verdedigen ze een voorsprong van maximaal 10 seconden. Capillo ziet spoedig in dat het zinloos is om tegen het peloton te vechten. En wat doet hij? Hij blijft achter. Walton, de Canadees, gaat alleen door. Dit is Walton, een 26-jarige. Hier het peloton onder leiding van Twan Poels. De bucklers die in de verdediging reden, wegens de leidende positie van Jelle Nijdam, halen Capillo terug. Dat zien we hier. En er wordt een beetje gelachen met Capillo, die zijn vroege poging moet staken. Nijdam is blij dat hij de Belg weer naast zich heeft. En Capillo treurt er ook niet erg om met Wilfried Nelissen, de etappenwinnaar van gisteren. En zo blijft Walton alleen aan de leiding. Hier is de Canadees. Het peloton achter hem valt stil. En Walton loopt uit tot 2 minuten en 45 seconden. Dat was na 30 kilometer. Het leek een voorspoedige vlucht voor de Canadees, die dit jaar 2 etappes heeft gewonnen in Amerika in de White Rock Race. En die profiteerde van de rust die in het peloton was ingetreden. Hameling en Skibby praten hier. En Walton gaat door. 2 minuten en 45 seconden. En hij maalde kilometer na kilometer onder zich weg in een poging om de etappe te beslissen door een vroege vlucht, wat dit jaar nogal eens tot successen leidt. Peloton heel rustig. De bucklers niet verontrust door Walton, die dan al 3 minuten voor de groep rijdt. Maar na 23 kilometer krijgen we toch een reactie uit dat peloton. Hier is Jacques Hanegraaff, 30 jaar, prof sinds 1981. Hij reed geen Tour de France, maar is in deze zomer toch weer goed in vorm. Hanegraaff op weg naar Walton. 2 overwinningen dit seizoen. In Malderen op 24 mei en in Houthalen op 11 juni. Sterke man, een van de kandidaten nog voor het WK. De achterkant van het peloton met Johan Lammerts en dan is Greg LeMond niet ver. De Amerikaan die wat onzichtbaar tot nog toe in de Ronde van Nederland mee fietst. Voorop dus Walton. En die krijgt nu de mededeling dat Hanegraaff in aantocht is. De Canadees weet dat niet. Kijk, daar komt Hanegraaff aan. En Walton, die ziet ineens tot zijn schrik Hanegraaff passeren en gaat mee in het wiel. 2 koplopers na 33 kilometer. Op weg naar de Holterberg. Daar, in het natuurschoon, was een streep getrokken voor een bonificatiesprint. Jacques Hanegraaff, tweevoudig ex-kampioen van Nederland. Hij had gisteren al een belangrijk aandeel in de etappezege van zijn ploegmaat Wilfried Nelissen. Want Hanegraaff trok op 1500 meter voor de streep de sprint aan, waardoor de Belg gelanceerd de etappe kon winnen. En de twee hier langs een wondermooi stukje natuur. Maar ze hebben er weinig oog voor, want ze proberen uit de greep van het jagende peloton te blijven. De maximale voorsprong van de twee was 2 minuten 30. En hier begint de sprint op de Holterberg. Hanegraaff wilde 3 seconden pakken, heeft de meeste macht. En dat lukt ook. Tweede Walton, die krijgt 2 seconden bonificatie. De twee gaan door, werken goed samen. Al is Hanegraaff duidelijk de beste van het tweetal. Maar inmiddels is uit de achtergrond een tweetal achtervolgers aangekomen. Hameling en Hofman.
En daar is ook al het peloton. Het peloton dat steeds meer naderbij komt. Er wordt hard gereden nu. En Harmeling en Hofman worden spoedig weer teruggepakt. En dan is het ook de beurt aan Hanegraaff en Wolten. Kijk maar. Want hier rijdt Skibby in de achtervolging en Konischev. En ze zijn in het gezelschap van de Rus Vagilichenko. Daar de La William ploeg. Die voor Cornelissen een goede uitgangspositie probeert te krijgen. Onder dit tempogeweld moet de kopgroep bezwijken. Dat zal ook gebeuren in de buurt van Rijssen. Hier moet Wolten lossen bij Jacques Hanegraaff. Wolten wordt opgeslokt. Hanegraaff gaat nog even alleen door. En Wolten heeft 50 kilometer in de vlucht gereden en wordt dus teruggepakt. Hanegraaff reed 35 kilometer aan de leiding. Hier komt die La William ploeg vol in actie. En daar is ook Jacques Hanegraaff, die even na Rijssen moet bezwijken tegen de overmacht. Dan valt er even een pauze. Compleet peloton. Maar na 60 kilometer krijgen we een nieuwe vluchter. De Noor Björn Stenersen. Hij is uit de ploeg van Motorola. Met ploegleider Henny Kuiper. Een neoprof. Hij krijgt gezelschap van Louis de Koning. We zijn 30 kilometer voor de aankomst. Als Louis de Koning aansluit bij Björn Stenersen. De koning rust even uit van zijn jump. Hij dimarreerde uit het peloton, ontsnapte aan de aandacht van de bucklerploeg, die dan steeds op kop rijdt. En de twee verdedigen kilometers lang een minimale voorsprong. 10 seconden, 15 seconden. Dat komt omdat Buckler weer tempo maakt. Hier is Solleveld. Hier komt Twan Poels. Dan Wilco Zuiderwijk. Solleveld gaat naar achteren. En hier is de Belg Noël Zegers. En daarachter de man in de oranje trui. Jelle Nijdam met Wilfried Nelissen. Dat waren de situaties. Even kijken hoe dat gaat. De twee koplopers passeren. En daarachter ziet u al dat het peloton nadert. Altijd maar met de ploeg van Jan Raas aan de leiding. Zo ging het richting Haaksbergen in deze korte ochtendetappe. Er is hard gereden. Het was een levendige koers. Er waren veel aanvallers. Maar die kwamen nooit ver weg. Omdat het georganiseerde verzet voldoende tegenstand bood. Louis de Koning en Björn Stenersen rijden dan vol richting finishplaats. In Haaksbergen was een directe aankomst. En het peloton kwam bij het naderen van die plaats steeds meer terug. Maximale voorsprong van de twee was 40 seconden. Maar die liep terug naar 30, naar 20 en tenslotte naar enkele honderden meters. Door dit werk van Twan Poels. In Haaksbergen begint Louis de Koning van ver op de machten met de grote versnelling de sprint. En hij haalt het voor de Noor Björn Stenersen. Daarachter meteen de sprint gewonnen door Nedersen voor Konischev en Leoni. Het was de tweede overwinning dit seizoen voor Louis de Koning die eerder Roentum Köln won. In de herhaling zien we nog eens hoe gedecideerd de koning de Noor in de sprint verslaat. En de tweede opeenvolgende etappe voor Panasonic wint. Jelle Nijdam bleef leider in het algemeen klassement. Maar er wachtte nog een tijdrit van 31 kilometer. Hoe kijkt Nijdam tegen deze rit aan? Het is natuurlijk niet mijn favoriete afstand, maar als ik goed ben, dan moet ik dat ook heel goed aankunnen. Ik heb ze liever iets korter natuurlijk, maar als ik goed ben, dan moet dat geen enkel probleem opleveren. We hebben in ieder geval nog meer ijzers in het vuur dan alleen mezelf. We hebben Maas natuurlijk, die dat ook verschrikkelijk goed kan. Als ik niet win, dan zit Maas waarschijnlijk ook heel erg kort. Dus we hebben meer ijzers in het vuur. De concurrentie? Ik zeg Maas, hij is geen concurrentie natuurlijk, maar die zal ook heel kort eindigen. En dan denk ik toch aan Marie Teunis of Marie Breuking. En dan heb ik toch het belangrijkste genoemd, dan nog Zadanov, denk ik, van Panasonic. Dat is ook nog een hele gevaarlijke. Ga je heel diep? Nee, ik geef alles wat ik heb. Dat doe ik altijd in tijdritten. Alleen, de ene gaat wat beter dan de andere. Dit is Erik Breuking in die tijdrit tussen Haaksbergen, Neden en terug naar Haaksbergen. Een specialist. Meer dan 20 overwinningen in tijdritten. In de Tour ging het niet zo best. En vandaag realiseerde Breukink na 16,7 kilometer de zesde tussentijd. We komen bij Laurent Bezeau, 26 jaar. Twee jaar geleden maakte deze Fransman een zware val die hem lange tijd parten heeft gespeeld. Maar zijn ploegmaats voorspelde dat hij
een hele goede tijdrit zou rijden. De finish van Erik Breukink. De zesde tijd, 38 minuten en 30 seconden, heeft zondag geforceerd in de Wincanton. En dat bleek vandaag. Frans Maassen staat voor de tijdrit vijfde in het algemeen klassement. Hij is ook een specialist met overwinningen in tijdritten in Duinkerke en in Luxemburg. Tweede beste tussentijd in Neede. Dit is de finish van Laurent Bezeau. Een uiterst scherpe tijd. 38 minuten en 2 seconden, bijna 49 kilometer gemiddeld. En aan het vleugelzadel op de fiets herkennen wij Thierry Marie, die vandaag ook een uiterst scherpe tijd zou neerzetten. Bijna even snel als Bezeau. Jelle Nijdam is begonnen op 90% van zijn vermogen om in de tweede helft van de tijdrit toe te kunnen slaan. Hij heeft hart en ziel in dit ritje gelegd. Hij realiseerde dan ook al de snelste tussentijd, 20 seconden sneller dan iedereen bij het tussenpunt in Neede. Intussen is Frans Maassen bezig aan zijn laatste honderden meters. Hij verloor in het tweede gedeelte van het parcours, kon dat razend hoge tempo niet volhouden, had halverwege dus de tweede beste tussentijd, maar moest het terrein prijsgeven. En Maassen zou uiteindelijk uitkomen op een tijd van 38 minuten en 14 seconden. En dat bleek de vijfde beste tijd. Hier passeert hij de streep en wellicht is hij teleurgesteld over het resultaat. Maar intussen is Jelle Nijdam nog onderweg, die dus de snelste was in Neede. En die de vorige week in Galicië in vorm is gekomen. Veel heeft afgezien, maar minder criteriums daardoor heeft gereden. En barstend vol ambitie aan de profronde van Nederland is begonnen. Hij passeert de streep in 37 minuten en 31 seconden. 49 kilometer en 560 meter gemiddeld. Winnaar van de tijdrit en natuurlijk een bevestiging van zijn eerste plaats in het algemeen klassement. Kijk eens naar de grimas op zijn gezicht. Jelle Nijdam. Hij heeft alles gegeven in die tijdrit. Hij is helemaal stuk. De beelden spreken voor zich.